Noah van Haren, jij gaat iets speciaals doen met de Udense kermis. Ik ga een koppoging doen, zo lang mogelijk in de Turboprix van Vertol. Op 16 juli om 2 uur dus. Ja, en ken je de Poliep heel goed? Ja, die ken ik van Kers in de Boskaak altijd in en in Helmond, Uden. Dus. Nu was er van de kermis uit, werden er mensen opgeroepen om mee te komen doen met de recordpoging. En er zijn heel veel mensen ingestuurd en jij bent de gelukkige winnaar. Wat denk je er zelf van? Hoe zou het gaan, denk je? Ja, ik hoop gewoon zo lang mogelijk erin te blijven zitten en ja, ik wil er eigenlijk van uit dat ze zeggen van ga er maar uit. Dus zo lang probeer ik vol te houden. Ja, zo lang probeer ik vol te houden. En ben je al kermis-minded al vanaf jongs af aan? Ja, sinds mijn 8e zeg maar, was ik met de neef van mijn vader naar de kermis in Breda geweest. En daar begon het in de booster Max van Noorderman. Dus daar begon het. En toen dacht je van nou, ik moet liefst elke week naar de kermis. Ja, sindsdien zowel elke week ja, naar de kermis. Heb je ook miniatuur dingetjes thuis of dat zover gaat het niet bij je? Nee, zover niet. Wel mijn eigen kanaal waar ik alles op zet en wees een reis. Maar verder dan dat gaat het ook niet echt. Dus je hebt een echt YouTube kanaal? Nou, maak even reclame zou ik zeggen. Ja, Amazing Rides YouTube. Kijk maar en je vindt best leuke onrides en zo. Nou, hartstikke leuk. Nog één keer, wanneer is het en ja, hoe laat? 16 juli om 2 uur.